Yo beste kijkers van oud en leuk dat je kijkt naar mijn gastrol. Ik ben Max, ik ben 15 jaar oud en ik woon in het zuiden van Nederland. Ik speel voor jullie vandaag The Very Organized Thief. En dat houdt in de slordige inbreker, hoe je het ook wil hoe je het waar wil zeggen. In ieder geval het doel van het spel is, we hebben hier een lijstje, die dingen moeten we proberen te stelen. Na een bepaalde tijd komt de eigenaar thuis en dan moet je proberen te vluchten. Ik ben persoonlijk iemand, ik doe gewoon totdat ik hem zie. En dan ren ik als een motherfucker weg. En dan doe ik gewoon meerdere potjes. En in totaal rekenen we de steeldingen bij elkaar op. En dan kijken we hoeveel rijker we zijn geworden. Oké, we moeten onder andere de Perfume Bottle Game Console, Ticket to Camera, Lawnmower. Oké, ik heb het spel dus gespeeld en ik weet dus een beetje waar alles is. Ik weet zoals bijvoorbeeld dat de Lawnmower hier is. Ik weet ook dat hier geld ligt. En ik weet ook dat in de keuken geld ligt. Zo. Hier is de Lawnmower. Yep. Even kijken, nu hebben we als het goed is al twee dingen. Ja, ik bedoel één ding en geld. Even kijken, headphones, kettle. Ik heb de goldbal nog nooit gevonden. Dat mogen jullie best wel weten. En die is ook echt heel moeilijk te vinden. In ieder geval, ik heb hem nog nooit gevonden. Hier ligt ook ergens geld als het goed is. Even kijken. Hier lag volgens mij ook... je hebt daarboven volgens mij. Ja, precies. En ja, deze... Eigenlijk alles kan zo wat open. En ik kan wat gaan proberen. Ik kan bijvoorbeeld naar boven gaan. Maar ik weet niet of dat handig is. Die is in ieder geval niet nodig. Er is ook altijd een ring. Die ligt ergens. Alleen die ring, ik weet niet. Een ring brengt natuurlijk best veel geld op. Alleen, ik heb nog nooit meegemaakt dat ik die moest pakken. Wat behoorlijk raar is. Hier is nog een kamer. Even kijken, wat moesten we nog? Headphones, kettle. Ik heb eerlijk gezegd geen flauw idee wat een kettle is. Maar oké. Even kijken, het ziet er somber uit. Ik zie pittig weinig dingen. Ja, een PC, maar die heb ik niet nodig. Dat is de klok. Kan ik hier omhoog? Ik kan omhoog. Dat hebben we nooit gedaan, jongens. Ik ben nog nooit omhoog geweest. What the fuck? Ik ben nog nooit omhoog geweest. Dat is misschien een heel pittig slecht idee. Geld. Geld, geld, geld. Je bent nog nooit geweest. What the fuck? Nog meer geld. Parfumbottel? Holy shit, opeens vind ik van alles. Aha, dan weet ik ook wel een beetje die dingen liggen. Wat moesten we nog? Game console. Die staat daar. Oh, het gaat lekker. Headphones. Snel, waar zijn de headphones? Zodra de auto komt, moet weg vluchten als een malle. Dat is echt zo. Even rennen, jongens. Rennen, rennen, rennen. Geld, nog meer geld. Ik zou nooit geld zo ergens leggen, maar dat kan ook aan mij liggen. Zou ik nog één kamer kijken? Locked. Ik kijk gewoon hierin. Weer geld. En dan ga ik naar onder, voordat die auto komt. Komt daar namelijk een auto. Oké, snel. Close. Zo. Kan ik hier nog kijken? Ik heb behoorlijk wat. Even kijken. Stampalbum. Wat is een stampalbum? Stampalbum weet ik veel. Even kijken. Die dozen kunnen zo te zien ook open. Maar er ligt niks in. Oké. Hallo. Kijk, daar komt hij thuis. Hij komt in ieder geval niet via de garage. Dat is altijd zeker. Dus wij vluchten zo meteen gewoon. Die hebben we natuurlijk niet nodig. Nee, dat leek me logisch. Oké, we wachten hier heel eventjes en vluchten dan. Haha. Dan zijn we veilig weg. Hier ligt niks meer. Zit hier iets in? Nee. Oké, ik ga hier bij de deur staan. The owner is on site. En escape. You escaped. En hoeveel dollar? $1200 of loot binnen 3 minuten en 57 seconden. Ik vind het nice en ik zie jullie zo meteen bij de volgende ronde. Zo, daar zijn we dan. Het is altijd random gekozen, dus we hebben nu weer andere dingen. Pocket watch, lawnmower, diamond. Hier, die diamantring moet ik nu opeens wel. Dat is de eerste keer dat ik die krijg. Gold bar, zoals altijd. En nog van alles. Heb ik jewelry box, kijk ik niet, kettle vase. Een vaas, ja, daar ligt een of andere iPad. Een. Ho. Ik heb iets, denk ik. Ik heb iets. Ik denk dat ik iets heb. Want nu kan ik hier dus naar boven. Kijk eens aan, dan kan ik hier de office binnen. Hier ligt misschien wel die goldbar. Dat is niks. Dat is ook niks. Dat is niks. Dat is muis. Daar hebben we vrij weinig aan. Oké, dus er is echt niemand thuis gewoon. Hier hebben we dus helemaal geen kut aan. Oké. Hier ligt ook nog geld als het goed is. Hier ligt geld.
What the fuck, dat wou ik niet. Oh nee. Zo, pak dat geld, joh. Zo. Even kijken, ligt daar ook geld? Nee, maar hier ligt iets anders. Oh, dat was de pocket watch. Serieus? Lol. Ik klik er maar ergens op. Dit is een kluis. Die kan ik natuurlijk... Ja, daar heb ik iets voor nodig. Maar ja, weet ik veel waar ik dat kan vinden. De golden ring. De diamond ring bedoel ik. Sorry. Weer geld. Nice. Het gaat lekker. Hier lag ook geld, toch? Weet ik veel. In van... Oh, de headphone. Die moesten we zo net. Ligt hier nou iets? Dat was... Nee, precies. Nog steeds niet. Hier moeten we niks van, toch? Nee. Hier iets in. Nee, oké. Okay. Verder, 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 verder. Rennen, rennen, rennen. Wat is dit dan? Hier zit toch ook weer niks in, neem ik aan. Nee. Hier zit weer geld in als het goed is. Hey, nice. Weer iets gepakt. Hoppakee. Hier zijn we nu overal geweest. Dan gaan we onder verder. Onder, come on. Fast. Oké, okay, we zijn wel lekker snel bezig. Kom op. Waar is het? Ik heb één keer gehad, toen stond die kerel opeens vlak achter me. Dat was fucking eng. Toen was ik niet in het record. Daarboven is weer geld. Even kijken. Daar. Hier is ook weer geld. Hoppakee, kom, pak het snel op, mooi. De garage moesten we weer de lawnmower of niet? Yep, nice. Hoppakee. We moeten een vaas. Die moet toch op zich ook nog wel te vinden zijn, of niet? Lijkt me logisch dat die hier ergens... Kijk eens aan. Hoppakee. Jewelry box. Dat is toch een juweel... Ja, die zal vast en zeker boven staan. Maar daar ga ik niet meer naartoe. Hoor. Kettle. Wat is een kettle? Weet ik veel wat een kettle is. Kettle, kettle. Jongen, voor mij betreft komt die man thuis. Dan vlucht ik alweer. Is dat de kettle? Nee, dat is niet de kettle. Palen. Hoppakee. Hop. Misschien zit hier iets in. Nee. Het zal ook wel eens zo zijn, hè. Laat me door. Zo. We kunnen ook even de koevoet meenemen. Misschien is dat wel leuk. Maar laten we eerst nog wat geld pakken. Dat is handiger. Hoppakee. Wat is dit dan? Een hamer. Ik snap alleen niet hoe je die kluis op krijgt. Daar ligt dan sowieso die goldbar in. Maar geen idee. Wat is dit dan? Oh, dat is zo'n ding. Oké. Daar hebben we ook niks aan. Daar is de bewoner alweer thuis. Ik snap sowieso niet. Als je een auto hebt met zo'n grote garage, zou je hem toch normaal hier inrijden. Maar zo denken we dus niet aan. Ik doe weer de constante participatie en dan gaan we zo meteen weer naar buiten. Kom maar. Ik heb weer geld meegenomen. Ik ben benieuwd hoeveel ik nu heb. Denk meer dan 1200. Ik denk meer dan 1200. Het zal wel meer dan 1200 zijn. Kijk, je hoort het ook zo mooi, hè. You escaped. Ik ben benieuwd. $2045. Dat is wel nice. Making your everyday thief. Oké, nou ja, ik vond het wel goed genoeg geweest. Het was niet een al te lange video. Maar ja, ik hoop dat jullie het toch leuk vinden. Dit is wel eens gratis te downloaden op Game Yolt. Je moet daar alleen even een account erbij maken. Dan kun je heel veel leuke spelletjes downloaden. Doe dat vooral even. Kijk in de kanaal naar mijn beschrijving als jij deze video leuk vond. En dan zie ik jou hopelijk de volgende keer later.